Kira. Ja. Wat een nachtmerrie. Lieverd, iedereen snapt dat dat soort dingen kunnen gebeuren. Je bent geen robot. Gelukkig niet. Hi. Hey. Hi. Bedankt dat je het overnam. Oh, het was met een paar maten. Goed gedaan, Anne. Echt goed. Ja, heel vervelend van je snaar, hè? Superkut. Superkut. Maar jongens, kom op. De solo van Peter, dat was toch een ramp? Dat is super vals. Dat komt echt niet. Ligt het aan mij? Helemaal niks van die dingen. Is het goed zijn handjes te wachten? Hey pap, ik wou even laten weten dat het goed ging. Was je vanavond? Wat was er niet goed? Ik leek wel of je er niet bij was met je hoofd. Had je beta-blokkers gebruikt? Nee. Ik... Nee. Ik kan niet goed gaan slapen, maar ik ga eraan werken. Je hoeft er niet aan te werken. Vertrouw er maar op. Hoor je dat? Mooi. Heel mooi. Nee, het is niet echt. Ik voel het niet, het is niet echt. Maar wat is dan niet echt? Nou? Het is saai. Leeg. Ik begrijp niet waar je het over hebt. Het is gewoon... Het is heel mooi. Dan luister je niet goed. En waarom loop je nou ineens ontzettend onzeker te doen? Hey. Niet doen. Niet doen. Rimsky-Korsakov was een sadist. Hij heeft dit gemaakt om mensen zoals jij helemaal gek te maken. Ik spel dit nog een keer. Is goed.
Witte wijn. Jij bent eerste cellist, toch? Ja. Sfeer hebben. Het staccato moet niet te kort zijn, het moet milder zijn en warmer en het verschil tussen piano en pianissimo moet ook meer zijn. Let u op, wilt u? Nog één keer. Als u nou eens precies doet wat er staat, da-da-di-da-da-da, dat is geen staccato. Anderhalve maat aan de snaar af, BCC, da-da-di-da-da-da, staccato. Over 20 minuten gaan we verder. Mijn handen trillen. Ja. Ja, ik ken dat. Maar, maak je niet druk. Zenuwen zijn niet erg. Ja, dat weet ik, maar hoe? Als je onzeker bent, stop dat dan in je spel. Dat lukt niet meer. Ik hoef je niet te vertellen dat je het echt heel goed kan, Kira. Je hebt hier 20 jaar... 20 jaar keihard aan gewerkt. Je wist dat het heel zwaar zou worden. Kira. Oké. Niet twijfel aan jezelf, lief. Ja. Ik kan het. Echt. Gewoon keihard doorpakken. Oké.
Kom maar. Je kunt je ook een avond ziek melden. Het is echt niet zo erg. Je kan prima een keertje overslaan. Wat denk je nou zelf? Dat dat een oplossing is? Een keertje overslaan? Ik wil je alleen maar te helpen. Hey. Ja, misschien een extra panty. Gewoon een zwarte panty. Ah, super, dank je. Oké, bedankt hè. Super. De bel is gegaan, hè?